Ik heb net live zitten kijken naar een NASA-uitzending. Dat was groot nieuws. Dat ging over het terugbrengen van materiaal uit de ruimte van de planetoïde Bennu. Van de missie Osiris-Rex. 3 jaar geleden is deze NASA-missie bij deze planetoïde geweest. Heeft met een soort slurf materiaal van het oppervlakte opgehaald. Heeft dus 3 jaar lang over gedaan om terug te brengen bij de aarde. Een week of 2 geleden is dat materiaal in een luchtdichte capsule op de aarde geland. En NASA-wetenschappers die hebben het onderzocht. En 11 oktober is er een onthulling geweest van wat ze hebben aangetroffen. En dat was behoorlijk spannend. Dit is een planetoïde die voor een heel groot gedeelte bestaat uit koolstof en water. En waarom is dat nou zo belangrijk? Koolstof is de basis van al het leven. Wij zijn allemaal koolstoforganismen. Het water op de aarde is waarschijnlijk bij het ontstaan van de aarde gebracht door dit soort planetoïdes op de aarde. En nu met de onthulling van dit materiaal hebben de wetenschappers al kunnen bevestigen dat dit soort planetoïden inderdaad water en koolstof naar de aarde hebben gebracht. Dus we hebben net naar een hele mooie ronkende NASA-film zitten kijken, waarin verteld werd hoe blij alle wetenschappers waren. En dit was nog maar het begin van al het onderzoek. Er wordt nog jarenlang wordt dit verder uitgezocht, waar deze planetoïde precies uit bestaat. En het feit dat deze planetoïde een soort tijdcapsule is, een ooggetuige geweest uit het moment dat het zonnestelsel is ontstaan, dat de aarde is ontstaan en dat het materiaal wat zo onmisbaar is voor het leven op aarde, ook op de aarde is gebracht. Dus neem er van mij aan, dit wordt vervolgd.